deze partij. Oké, okay, luister naar huis. Ik probeer het goed uit te leggen. Hè? Op het moment dat deze partij nogmaals is afgesloten over 3 ronden, dat is duidelijk. Als er gestopt moet worden met die partij zonder dat er iemand gedisqualificeerd wordt, want er is geen opzet in het spel vanaf de rode hoek richting de blauwe hoek, dan worden de punten nog wel geteld omdat het de derde ronde betreft. En dat betekent dat er dus een scoringskans is en dan worden de punten geteld, dan komt er alsnog een winnaar uit in dit geval. Dus vechters richting het midden van de ring, alsjeblieft. Dus punten worden geteld en deze is de winnaar vanuit de rode hoek. Rico Kornik.